Yo! Yo! Leuk dat je weer kijkt naar Climax. Je vindt ons hier op YouTube elke zondag om 1 uur. En in Climax gaan wij iedere week op pad om ontwikkelingen rondom seks en drugs te onderzoeken. Vorige week kwam het onderzoek naar voren dat door de corona ons drugsgebruik veranderd is. Mensen laten drugs als ecstasy en coke steeds meer links liggen en kiezen vaker voor psychedelica. Dat kun je halen bij een dealer, maar je kunt dat ook gewoon legaal kopen bij een smartshop. Maar hoe goed word je nou echt voorgelicht? Daar gaan we het zo meteen over hebben met drugsexpert Mick Jonkman. Maar eerst gaan we het nog even hebben over vorige week. Toen hebben we namelijk de memorabele stelling opgegooid. Zou jij betalen voor foto's van Emma op OnlyFans? Nou, de comments die logen er niet om. Namelijk een comment van Brian Rustenhoven. Een Emma OnlyFans, afhankelijk van de content, zou ik 10 euro voor suggestieve content betalen. Of 25 euro voor naakt content. Hele specifieke bedragen ook. Maar ja, oké, tikt wel lekker aan, toch? Maar ook die 10 euro voor suggestieve content, dat vind ik ook wel mooi. Dat je daar dan toch een tientje voor over hebt. Ja. Maar zou jij het doen? Nee. Nee, ook niet voor suggestieve content. Dat staat nu toch al op je Instagram. Ik heb geen suggestieve content op mijn Instagram, nee. Ben je heel kosher? Ja, ik weet niet. Ik vind dat daar toch wel wat meer tegenover mag staan voordat ik dat ga doen. Of check mijn Insta. Er staat genoeg suggestieve content. Gratis. En we hadden nog een andere reactie van Ludwig Magroetsch. Als ik geld had, had ik sowieso boven de 100 betaald voor een foto van Emma. Zo. Wat is zij een mooie vrouw. Ah, cute. Kut dat ze er niet is. Anders dan had ze zich hierdoor wel echt goed gevoeld. Ja. Nou, kut dat hij geen en geld kut dat heeft. Hij geen geld heeft. Ja. Ja, want dat is wel makkelijk praten. Maar oké, dus is wel, we zullen het aan Emma doorgeven. Nou, we gaan het vandaag dus hebben over smartshops en over de voorlichting die daar wordt gegeven. Zijn jullie wel eens naar een smartshop geweest? Nee, ik niet. Jij hoor? Ja, ik heb wel toen ik net een beetje begon met truffels, toen ben ik ook wel veel naar een smartshop gegaan. Maar toen ben ik wel heel goed geïnformeerd. Toen zeiden ze echt van, nou, je hebt 10 en 15 gram. Maar en toen gaven ze allemaal dingen mee en tips en dingen. Dus ja, ik ben bij die smartshop ook wel vaak terug geweest nog. Oh, dat is echt een heel andere ervaring dan ik heb gehad. Want ik ben ook een keer met vrienden naar een smartshop geweest. En wij kregen echt zo'n druk mee van, oh, doe dat maar eventjes, dat is superleuk. Het is echt iets heel kleins. En een vriend van mij die is daar echt helemaal bad door gegaan. Er liepen spinnen over zijn lichaam. Maar ik voelde er niks van. Dus dat vond ik zo bizar dat dat gewoon legaal te verkrijgen is. Dat heeft wel echt mijn ogen geopend van, oh. Hadden jullie het genomen, Hadden jullie het genomen als er wel voorlichting was gegeven? Als ik had geweten wat het was en wat het effect echt was, want daarna heb ik het op internet opgezocht, dan had ik het niet genomen, nee. En wij waren benieuwd in hoeverre smartshops dan voorlichting geven en of zij zich überhaupt bewust zijn van de gevaren die sommige producten met zich meebrengen. Daarom ging ik naar smartshops in Amsterdam. Daar heb ik Salvia gekocht en dat is een drug waar je wel echt voorlichting bij moet krijgen. Hoi. Hallo. Hebben jullie salvia? Ja. Oh ja. Als je ervaring met psychedelic hebt, kun je vanaf stage 3 beginnen. Je moet het nooit alleen doen. Oké. Okay. Tof. Dankjewel. Kom straks misschien nog even terug. Ja? Ja. Dankjewel hè. Anders, ik wens je een hele fijne trip. Ja, komt goed. Dankjewel. Nou, deze vraag gaf eigenlijk best wel veel informatie. Ze heeft me een kaartje gegeven. Ik mocht erover nadenken. Ze heeft alles uitgelegd. Hoi. Kopen jullie salvia? Ja, dat klopt. Ja. Hebben jullie 10 of 15? We hebben 15, 20 en 40. Mag ik 10? Jazeker. Doe je een halve gram of een hele gram? Doe maar halve. Halve? Yes. En weet je hoe je het moet gebruiken? Gewoon roken doen. Een hele kleine tip van tevoren is salvia, is het plantje, het meest dissociatieve plantje dat er bestaat op deze aardbol. Dat betekent eigenlijk dat eigenlijk alle concepten die je hebt opgebouwd tijdens je leven, ja, die breken af. Dus dat alle dingen. Als je gaat echt hallucineren en zo. Ja, ook. Dat wou ik er gewoon bij vertellen, dat je weet waar je aan begint, want het is best wel een intens spulletje. Ja. Oké, nee, sorry, dat ga ik toch niet doen. Nee, dankjewel, nee, sorry. Hey, tot ziens, hè. Hoi, ik wil salvia, 20 extract. Is
fire and I sit down with my phone or something. I don't know. I didn't know what's gonna happen. It's good to drive me crazy sometimes. Thanks. Bye. Bye. Even kijken, ik kom om salvia. Heb je 10 extra? Ja, dat is 15 euro. Alsjeblieft. Rondje erin. Dankjewel. Kijk, top. Dankjewel. Hè. Doeg. Hallo. Mevrouw. Verkopen jullie salvia? Salvia, dat is een 5 tot de 40 extra. Mag ik... 10 keer? 10 keer. Dan moet je puur roken in een pijp of een bol. Ja, top. En je hoeft eigenlijk een heel klein beetje te gebruiken. Oké, is goed. Het is wel in een vertrouwde omgeving. Oké. Dat komt wel allemaal goed. Ja. Dat is sterker dan jij denkt. Oké, nee, dan kom ik straks nog even terug. Okay. Ja? Is goed. Dankjewel. Hoi, mag ik die salvia, die 20 extract? Salvia, weet je extract? 20. Ik heb 25 euro. Ja, even pinnen. Oké, top. Ja? Dankjewel. Ja. Doeg. Wauw, dus je bent bij 5 smartshops langs geweest. Ja. En eigenlijk is overal krijg je een totaal andere voorlichting. Ja, de ene die gaf echt heel uitgebreid voorlichting, maar de andere die gaan we het gewoon mee afrekenen en fijne avond. Ja, echt bizar. Maar ik vind het ook gewoon super karig, zeg maar, want ik vind nog in het item zeggen we dan, nou, hier is voorlichting gegeven, terwijl het enige wat ze zeggen is, veilige omgeving, het is heftiger dan je denkt. Nee, en naast mij is ondertussen drugsexpert Mick Jonkman aangeschoven. Waarom ben jij een drugsexpert? Ik heb ontzettend veel ervaring opgedaan met het begeleiden van psychedelische ervaringen. En op een gegeven moment bouw je een bepaald soort expertise op. Dus jij bent wel de man die je moet hebben als het gaat over voorlichting. We willen het eerst even hebben over de stelling van de week. Want het is niet verplicht voor smartshops om voorlichting te geven. Dus ik ben wel benieuwd, wat vind jij hiervan? De stelling is, smartshop medewerkers moeten verplicht worden om voorlichting te geven. Vind jij dat? Daar ben ik eigenlijk wel voor, ja. Vooral als je het hebt over salvia-extracten van 40 keer of 50 keer. Alsof je iemand gewoon een parachute meegeeft en hem een vliegtuig in zegt en spring succes. Maar joh, 5 tientjes. Ja, want wat is salvia precies voor drug? Kan jij dat even uitleggen voor mensen die daar nog nooit van gehoord hebben? Ja, salvia is echt een heftig dissociatief middel. Heel erg anders dan klassiek psychedelica, omdat het op een hele andere receptor werkt. Maar basically wordt je complete realiteit anders. En dat is wel iets waar je echt op voorbereid moet zijn. Dus mijn advies is ook om te beginnen met een non-extract. En het dan vanuit 10 keer, 20 keer, 30 keer, dat je het rustig opbouwt. Wat is een non-extract? Een niet-extract, gewoon blad, salviablad. Kan je ook kopen in de smartshop. Dus dat je een beetje gewend raakt aan het gevoel. Dat je echt een band opbouwt met het middel. Dat je steeds beter weet wat je kan verwachten. Ja. Heb je bij salvia ook een trip zitten nodig? Zeker, zeker. Vooral met de hogere extracten kan je in één keer weg zijn. En dan, als je te maken hebt met een brandende pijp en je bent er niet bij, dat is al op zichzelf al brandgevaar of je kan jezelf beschadigen. Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Ja, ja. Wauw. En waarom is het eigenlijk niet verplicht voor smartshops om voorlichting te geven? Want ik wist dat niet. Sorry, ik vind dat ook echt bizar. Hoe kan dat nou toch, als je zulke zware shit verkoopt? Ik denk dat het gewoon over het hoofd is gezien. Blinde vlek van de overheid. Ja, want Jamal, jij hebt met een organisatie hierover gebeld, toch? Wat zeiden zij hierover? Ja, dat is de VLOS. En daar zitten de meeste smartshops bij aangesloten. En een vrouw uit het bestuur die zei inderdaad van, nou, het is niet wettelijk verplicht, maar de smartshops die bij ons aangesloten zitten, die moeten wel eerst een basiscursus volgen. Dus ik vroeg ook van, ja, hoezo is dat niet verplicht? En zei ze, nou ja, in Nederland hebben we ook een stukje common sense. Dus je moet zelf bedenken van, hey, ik heb dit nog nooit gebruikt, dus ik moet hier informatie over vragen. Nee, zo werkt dat toch niet? Ben ik het ergens wel mee eens ook, natuurlijk. Ja? Maar ik geloof wel in een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus dat wij als gebruikers de verantwoordelijkheid hebben om te weten wat we tot ons nemen en ons goed als onderzoek te doen, goed voor te bereiden, goede set en setting. Maar dat smartshops ook die verantwoordelijkheid hebben om die voorlichting te bieden. En dat het van twee kanten moet komen. En sterker nog, het is best wel revolutionair dat het hier mogelijk is. En
Ik denk dat we daarom ook een soort rolmodel moeten zijn voor hoe het kan gaan als we legaal drugs verkopen met de juiste voorlichting erbij. Want we hebben hier controle over. In de illegale markt hebben we die niet. Laat ik wel zeggen dat er ook een hele hoop smartshops zijn die wel echt goede voorlichting geven. En die aangesloten zijn bij het FLOS. En die zeggen echt wel van tevoren van weet waar je aan begint. Want salvia is no joke. Er was er ook eentje die jou er gewoon af had gepraat eigenlijk. Ja, hè? Toen zei je laat maar zitten. Salvia op een feestje. Ja, supergoed. Ja, dat is wel wat je wil. Maar wat is het ergste dat kan gebeuren met die producten? Want het zijn allemaal legale producten. Dus ik denk dat veel mensen ook denken dat er misschien niet echt gevaarlijke gevolgen zijn. Nou, het ding is met salvia. Als je het eenmaal rookt, is er geen weg meer terug. Na de ervaring kan je het ook niet meer terugdraaien wat je hebt gezien. En het kan zo overweldigend zijn dat er soms wel echt therapie nodig is om daar overheen te komen. Om dat te integreren, dat te accepteren. Zeg maar. Wat? Ja. Dus die gevolgen zijn wel, die gaan wel echt ver. Het is gewoon een hele intense ervaring. En als je daar volledig onvoorbereid op bent en je bent op een feestje en je denkt, hoe party, en je neemt even een 50 keer extract salvia, ja, dan kan dat echt traumatisch werken. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk zeg jij, als je het wil gaan gebruiken of als je een smartshop binnengaat en je merkt dat er weinig voorlichting is, kun je eigenlijk gewoon beter naar een andere. Ja, en sowieso als gebruiker kan je altijd je onderzoek doen online. Bijvoorbeeld unity.nl, om daar je goed in te lezen wat er precies kan gebeuren en wat je kan doen om de risico's te beperken. Ik denk dat dat wel echt belangrijk is. Knoop het goed in je oren. En elke week sluiten we af met het favoriete seks- en drugsnummer van onze gast. Voordat ik ga vragen welke het is, vertel, waarom heb je dit nummer gekozen? Het nummer wat ik heb gekozen is These Drugs van D12. Dat is eigenlijk het eerste nummer wat ik in mijn leven hoorde wat ging over drugs. Het was super controversieel toen en het is nu nog steeds controversieel. De dingen die hun zeggen, die kon je toen niet zeggen en die kan je nu nog steeds niet zeggen. Maar het is op een of andere manier grappig bedoeld. En ik kan er nog steeds wel van genieten. Oké, nou hier is hij. Geniet ervan. Dit is great. Was spinning and I couldn't even see. And like he started to look like a monster and shit. And I just started laughing. I threw up all over the fucking floor. It's crazy. My music is therapeutic for whoever's there to use it. It's like.